Het ministerie van Openbare Werken, OW, is momenteel bezig met herstel en asfaltering van de Gemeenelandsweg. En wel de strekking tussen de Lalaroekweg tot de Sonnebloemstraat. De werkzaamheden zijn op dinsdag 3 oktober 2023 officieel van start gegaan. Volgens Vikash Muna, onderdirecteur droge civiel-technische werken, worden niet alleen de wegen aangepakt, maar ook de bermen, het ontwateringssysteem en waar nodig ook de rioleringen opgeschoond. Het bedrijf Tjonge Lange NV voert de werkzaamheden uit onder toezicht van OW. President Santokki heeft donderdag in het Nationaal Congres van de Dominicaanse Republiek benadrukt dat de samenwerking met de Dominicaanse Republiek mogelijkheden biedt voor de welvaart van Suriname. Hij ziet de Dominicaanse Republiek als een belangrijke partner met betrekking tot de nodige technologie. Suriname heeft zich gecommitteerd aan verdere uitwerking van de vele mogelijkheden. Daarbij is een document ondertekend voor samenwerking op het gebied van luchtdiensten. Het is volgens Santokki tijd om het grote potentieel van Suriname om te zetten in welvaart. Het Korps Politie Suriname maakt namens het directoraat Openbaar Groen bekend dat op zondag 8 oktober tussen 8:30 morgens en 2:00 in de middag dringende boomkapwerkzaamheden zullen worden verricht op de Henk Aronstraat ter hoogte van het ministerie van Volksgezondheid. Voor de veiligheid van de weggebruikers zal het verkeer over de Henk Aronstraat worden omgeleid naar de Prinsessenstraat.